Vanochtend was Macworld en ik ben even bezig kijken of de nieuwe producten er al zijn. Er komen 3,5 miljoen mensen per week in stores zoals deze en die kopen zichzelf weer helemaal te barsten. Apple heeft tot nu toe ook nog niet zoveel last van de crisis. Wat is er nou nieuw te melden? Allemaal nieuwe softwareproducten. Wat eigenlijk Microsoft Office is, dat heet dan iWorks bij de Mac. En er zijn allemaal nieuwe versies van iMovie, waar ik zelf heel erg enthousiast over ben. iPhoto. En wat ze nieuw hebben, is dat ze personen herkennen. Als jij gewoon een fotootje hebt van je zoontje, dan vindt hij alle foto's waar je zoontje ook allemaal op staat. Of als je foto's hebt van Las Vegas, waar je opnames hebt gemaakt, dan vindt hij die ook allemaal bij elkaar. Dus hij is slim aan het organiseren met de foto's. De movies worden ook veel beter. Kun je veel makkelijker allemaal dingen aan elkaar knopen. Het was al mooi, maar het wordt nog veel fraaier. Aan de hardwarekant is er een nieuwe 17-inch MacBook. Nou, dat was eigenlijk al verwacht, want de andere, de 15-inch en de 13-inch waren al veranderd. Maar de 17-inch is nu ook mooi geworden. Mooi toetsenbord, mooi scherm volgens de laatste stand van zaken. Maar het grote nieuws eigenlijk, dat Steve Jobs daar geen presentatie gaf. En dat was interessant, omdat iedereen dacht dat hij kanker had, dat hij doodging. Maar hij heeft net een open brief op het website neergezet dat hij geen last heeft van kanker. Maar het grote nieuws eigenlijk was op gebied van muziek verkopen. Er zijn 6 miljard songs verkocht op dit ogenblik. 6 miljard. En dat is wel gigantisch. En aan het einde van het kwartaal is alles DRM-vrij. Geen copyright protectie anymore. Dat betekent je kunt kopen en dan kun je het als mp3 afspelen. Je kunt het op je pc afspelen. Je kunt het overal neerzetten. Niet meer dat ellende van allemaal bescherming.